feest, kom juichen, zing maar mee. Wij zijn Holland, dus ga aan de kant. Hup oranje, neem die beker mee. Wij zijn Holland, dus ga aan de kant. Want de feest, kom juichen, zing maar mee. Wij zijn Holland. Wij zijn blij om jullie hier te mogen ontvangen. En dat hier alle teams prachtig in tenue staan. Super fijn. Walking Sports is natuurlijk een opkomende vorm van sporten. En zowel als actief bezig zijn en gezond bezig zijn, is het ook een mooi doel om sociaal met elkaar in contact te komen natuurlijk. We willen even Jan Schaap bedanken. Even kijken, waar staat hij? Jan, bedankt voor het helpen organiseren van dit toernooi. En natuurlijk EGS 20 voor het faciliteren van hun accommodatie. En zonder hun was dit toernooi niet mogelijk geweest. Dus even een applausje daarvoor. Dan geef ik nu het woord aan Theo. Ja, Nina, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Ook namens de gemeente Land van Kuik. Ja, hartstikke leuk dat we vandaag het eerste walking voetbaltoernooi hebben van de gemeente Land van Kuik. De wisselbokaal staat al klaar. Hartstikke leuk dat er 7 verenigingen meedoen. 9 teams zijn er vertegenwoordigd. En we hopen ook dat we dit volgend jaar in nog grotere getalen kunnen gaan doen. Dus moedig ook iedereen aan van andere clubs om mee te doen. Wat ook nog wel leuk is om te zeggen, we hebben in december de sportnota vastgesteld. Waarin we ook hebben geschreven, ja, altijd moeilijk om te zeggen, maar de ervaren voetballers, hè, de wat oudere doelgroep. Heel belangrijk is dat die blijven sporten en bewegen. En ook hartstikke mooi dat jullie daarom vandaag hier staan. Dus hartstikke veel plezier en succes. Heel de wereld is te klos, want de leeuw die is veel los. We gaan voor niemand aan de kant. Die cup komt hier naar Nederland. Eén voor één gaan ze eraan. Oranje is niet te verslaan. Ook al is ons landje klein, we zullen juichen langs de lijn. Lekker thuis of in het café, schreeuw ik voor Oranje mee. Want als onze leeuwen scoren, laat het hele land zich horen. Handen in de lucht, kom zing maar mee. De feest, kom juichen, zing maar mee. Wij zijn Holland, dus ga aan de kant. Hup, hoera. Bij TV De Valuwe is vandaag op de sportvelden te vinden. En deze keer niet in Kuik, maar in Grave Escharen Velp. Het sportpark wat daar aan is gelegd. En bij me heb ik mevrouw Nine. Hallo. Dit is een project van jou, als ik het zo mag noemen. Wat is hier vandaag te doen? Vandaag is hier een walking voetbaltoernooi gaande. En eigenlijk het doel om walking sports te promoten. Walking sport is een opkomende vorm van sport, eigenlijk voor senioren. En in Land van Kuik is daar de bekendste variant walking voetbal, zoals je hier achter ons op de velden ziet. En we hebben stands staan waar andere verenigingen zich promoten. Andere walking sports, korfbal en badminton. En ons doel eigenlijk vandaag is natuurlijk om een gezellige sportieve dag te hebben. Te organiseren waar lekker gevoetbald wordt. Maar ook om hopelijk andere walking sports op te zetten bij verenigingen. Ja. Je noemt al even een paar andere. Nu kan ik me niet voorstellen dat je bij badminton nog gewoon kunt lopen. Ja, toch kan het, toch kan het. Je past eigenlijk je spel aan. Dus bij het walking voetbal bijvoorbeeld mag je alleen lopen. De bal mag ook niet hoog. Dus wat hier belangrijk is dat je de bal altijd in de voeten paast in plaats van een diepe bal geeft. En zo doe je dat ook met badminton, met korfbal, met handbal, basketbal, hockey. Eigenlijk bij alles kan je wel een walking sportvariant maken. Nina, nu kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die denken van ja, maar dit wil ik eigenlijk ook wel. Hoe komen ze tot zoiets? Waar kunnen ze terecht? Ja, dat is mogelijk. Wij bij Negen hebben het bij verschillende verenigingen al opgezet. Dus waar interesse is vanuit de vereniging, willen wij van harte helpen om het op te zetten. Oké, nou dankjewel. Ik denk dat jij hier nodig bent verder bij die wedstrijd, of niet? Dat denk ik ook, inderdaad. Nou, dan wensen we jullie een geweldig sportieve dag vandaag. Dankjewel. Dankjewel, dat moet goed komen. 1, 2, 3, daar aan. Kom maar. Niet zeggen.
Een van de mensen die hier ook is, van 9, is Joost. Maar Joost, wat is 9 nu eigenlijk? Want we komen het tegenwoordig wel tegen, maar wat is het? Nou, 9 is eigenlijk een bureau dat eigenlijk het sport- en beweegbeleid van de gemeente ondersteunt. Zowel op advies, op hoofdlijnen, als echt op, zoals je ziet, op activiteitenorganisatie of het aanjagen van projecten zoals valpreventie. Ja, zo zijn er heel veel dingen. Jeugd, gezond en actief opgroeien. Eigenlijk proberen we alle doelgroepen te betrekken in het sportaanbod of in het bewegenaanbod in Landverkuik. Ja. Dus het is eigenlijk heel breed. Eigenlijk alles wat met bewegen te maken heeft, daar weten jullie iets van. Ja, we proberen echt al het bewegenaanbod in de gemeentes waar wij werkzaam zijn in kaart te brengen. We hebben ook een goed voorbeeld, een beweegmakelaar in dienst. En die zorgt er ook echt voor dat ook de financiële regelingen duidelijk zijn. Dat eigenlijk alles rondom bewegen in kaart gebracht wordt. En dat mensen daar ook actief gebruik van kunnen maken. Ja. En is het voor mensen persoonlijk of moet je echt met een team zijn of een club of doorverwezen worden vanuit een zorgverlener of zo? Nee, je kunt eigenlijk rechtstreeks contact met ons opnemen. Eigenlijk als je een beweegvraag hebt, van groot tot klein, dan kun je die in principe bij ons stellen. En dan gaan wij kijken of we daar iets in kunnen betekenen. Als het een groot project wordt, moeten we natuurlijk altijd in overleg met de gemeente of dat haalbaar is. En als het kleine vragen zijn, dan pakt de beweegmakelaar dat op. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Maar hoe zijn jullie bereikbaar dan? Info@9.nl, daar kun je ons natuurlijk altijd op bereiken. En je kunt ook altijd via de gemeente even contact opnemen. Dankjewel voor je tijd. Dus ga aan de kant, want de feest komt juichen, zing maar mee. Wij zijn Holland, dus ga aan de kant. Hup, oranje, neem die beker mee. Samen met ons legioen. Wat zijn we blij? Duitsland, alles is voorbij. Holland brult weer als een leeuw. Het is het feestje van de eeuw. We dragen trots een roodje blauw. Nederland, ik hou van jou. Lekker thuis of in het café. Schreeuw ik voor oranje mee. Want als onze leeuwen scoren, laat het hele land zich horen. Handen in de lucht. Kom, zing maar mee. En zing maar mee, wij zijn Holland, dus ga aan de kant.